Maar ik vind het wel leuk om na afloop een biertje met hem te drinken. Maar dan hoef je hem toch niet tijdens de uitzending binnen te halen. Ja. Ja, maar goed. Voor wie... Zijn we begonnen? Ja, we zijn begonnen. En Johan Schaap zit hier op de bank. En dat is belangrijk, want die zorgt ervoor op zijn minst dat wij altijd op tijd beginnen. Ja. Ja. En waar beginnen we vandaag mee? Met Ronald Klevelaan is eerder bij ons te gast geweest. Je was de gast toen we in De Zwijger een avond hadden over crowdfunding. De crowdfunding specialist van Nederland, zou ik willen zeggen. En je hebt een boekje. Een boekje vergeleken met het vorige boek, inderdaad. Ja. Nou ja, ik bedoel het niet denigreren, maar hij is net wat dunner dan die we net hadden. Dus, maar wel hele kleine letters en er staat heel veel in, heb ik al gezien. Ja. Dus waar gaat het boek over? Ja, eigenlijk is het een praktisch handboek voor iedereen die aan de slag wil gaan met crowdfunding. Met tips en trucs, maar eigenlijk ook een overzicht, een hedendaags overzicht van wat speelt er nou eigenlijk op dit moment nu in de crowdfundingmarkt. Waar moet je zijn, wat zijn de platformen die er zijn en ja, waar kun je crowdfunding voor inzetten en ja, misschien ook waarvoor niet. Ja, want jij bent er natuurlijk al heel lang mee bezig, al 2008 geloof ik dat je er voor het eerst mee... Je zegt ook in je voorwoord van 2011 leek het de belofte voor investeerders of voor bedrijven die geld nodig hadden en er niet aan konden komen. Enorme hype geweest. Eigenlijk is dat nu wel het stof is neergedaald. Waar staat het met crowdfunding op dit moment? Stof is neergedaald. Ik denk dat inderdaad wel een mooi punt is. Het is nog steeds heel erg in ontwikkeling. Dat nog wel. Maar je ziet wel een aantal trends ontstaan. Waarbij aan de ene kant is het is echt gestart in de wat meer culturele non-profit sector. En daar zie je dat we nu inderdaad al een jaar of 5, 6 mee bezig zijn. En dan zie je ook dat bedrijven langzaamaan de businessmodellen aan het vinden zijn. Maar ook de bepaalde platformen. Ermee ophouden, helaas. Omdat ze ook bijvoorbeeld een aantal jaar toch merken dat ze het niet rendabel kunnen maken. Een aantal maanden geleden hadden we Tempages van een team van de landen die helaas moest stoppen. Deze week Flintwave, wetenschap en crowdfunding die er helaas mee moest stoppen. En dat zie je in zo'n nieuwe markt. Dus dat er uiteindelijk komen er een aantal partijen bovendrijven. En je ziet ook nu gewoon dat er een aantal grotere successen aan het ontstaan zijn. En dat er ook een beetje een model aan het ontstaan is hoe je crowdfunding goed kunt inzetten. En wat voor bedrijven ook crowdfunding goed kunnen inzetten. Wat is dat model dan? Nou, dat crowdfunding niet iets wat los staat. Het is een onderdeel van je bedrijfsvoering. Dus, en eigenlijk, hoe ik het vaak uitleg, is crowdfunding heeft eigenlijk twee hele grote misverstanden op het gebied van crowdfunding. De een gaat over crowd en de ander gaat over funding. Het is namelijk niet dat je een anonieme crowd hebt waar je geld vandaan haalt. Je gaat niet zomaar naar een platform toe waar je even je idee uploadt. Waarbij er een grote crowd ergens aanwezig is die zomaar het geld gaat investeren. Dus dat begint langzaamaan wel door te dringen dat je hebt gewoon een community nodig die je moet bouwen. En die moet je dus betrekken bij je bedrijfsvoering eigenlijk. En ook nadat je bedrijf gefinancierd hebt of je project gefinancierd hebt, dan moet je die ook blijven updaten. En het fundingdeel is ook dat crowdfunding gaat niet alleen maar over geld. Het gaat uiteindelijk over veel meer. Doordat je die community hebt opgebouwd, kun je het heel goed inzetten voor marketingactiviteiten, maar ook voor marktonderzoek. Je kan testen, is een bepaald concept levensvatbaar? Zijn er mensen die vooraf willen investeren in een product en tot en met mensen mede-eigenaar maken van je concept? En je schrijft in het boek dat jij ziet eigenlijk met name internationale platforms overleven, als ik het goed, en zo ongetwijfeld ook Nederlandse bij zijn, maar je zegt eigenlijk, Nederland is te klein om die dingen echt succesvol als platform te doen. Ja, nou, eigenlijk zijn er twee trends. Aan de ene kant krijg je inderdaad zeker voor bedrijfsfinancieringen, grote sectoroverschrijdende platformen, daar is Nederland te klein voor. Als je daar als Nederland platform daarop gaat richten, dan ga je het niet redden.
dan moet je echt grensoverschrijdend aan de slag gaan. En hoe, daar zijn allerlei varianten nog mogelijk. Maar je moet echt wel gaan schalen. Schalen is daar gewoon heel erg belangrijk. Aan de andere kant zullen er wel altijd bepaalde niche-platformen blijven. En die niche-platformen, zolang die maar hun businessmodel op orde hebben, waar ze dan daadwerkelijk hun geld aan gaan verdienen. En dat kan aan de ene kant zijn dat ze vanuit sponsoring, subsidies of iets dergelijks iets krijgen, tot het moment dat het een lead-generatie tool voor henzelf is. Of non-profit instellingen die het gaan puur gebruiken als fondsenwervingsactiviteit voor hun eigen projecten. Dan is het haalbaar. Maar inderdaad, voor bepaalde sectoren en vooral voor bedrijfsfinancieren, daar is schaal alles. Dan moet je gaan schalen. Ja, als je focus je ontzettend op de platformen, de intermediairs. Ja. Net zei je ook al, ja, helaas, dat platform stopt. Wat ik ook lastig vind aan, en ik zeg erbij, ik heb het niet helemaal van voor tot achter gelezen hoor. Maar, je hebt nog tijd. En wel inleidingen, uitleidingen en dat soort dingen. Wat ik lastig vind aan hoe je het neerzet, is dat aan de ene kant zeg je het stof is neergedaald, de schrijvers zetten crowdfunding weer met twee benen op de grond. En tegelijkertijd suggereer je dat als je dit boek hebt gelezen, dat je gelijk aan de gang kunt met jouw crowdfundingcampagne. Terwijl de conclusie is volgens mij ook juist dat de meeste crowdfundingcampagnes mislukken. De platformen sluiten, het is niet wat we hebben gedacht dat het was. Het geeft realiteitszin. Het geeft ook aan dat niet elk project zomaar succesvol is. Net als in het echte leven, als je een initiatief start, ja, niet elk initiatief wordt zomaar kun je succes. Dan zeggen, kun je daar dan wat meer over zeggen? Wat voor soort projecten hebben kans van slagen? Want de meeste uiteindelijk dus niet, blijkt ook op die platformen. De kern is eigenlijk voorbereiding. Als je ervoor zorgt dat je een campagne heel erg voorbereidt en dat je niet een crowdfundingcampagne ziet als zijnde een financieringscampagne, maar als een marketingcampagne, waarbij je ook nog wat financiering kunt ophalen, dan is het ook veel realistischer. Dan zie je ook hoeveel tijd je erin moet steken om goed te plannen, om je communicatiestrategie goed op orde te hebben, je verhaal goed op orde te hebben, de storytelling. Dus crowdfunding is een marketing tool? Crowdfunding is voornamelijk een marketing tool. Ja. Ja. Als jij kijkt naar twee van de grote Nederlandse platforms die het zeg maar niet gered hebben, en dat is dan de Celebant heel vroeg, hè? Dat is toch een van de pioniers geweest op dit gebied, en 10Pages. Wat is jouw analyse daarvan? Waarom zijn die platforms niet succesvol gebleven? Celebant was heel vroeg, dus had daar ook echt wel heel veel problemen natuurlijk om echt als een evangelist dat natuurlijk neer te zetten. Dus dat was één. Verder hadden ze een relatief complex model, omdat zij behalve puur crowdfunding ook de hele distributie van de cd's uiteindelijk op wilden gaan pakken. Dus ja, dat was 2-3 bedrijven in één die ze tegelijkertijd als start-up wilden gaan neerzetten. Ja, vaak is het toch handig om een bepaalde focus aan te brengen. Ja, en 10Pages is ook een beetje hetzelfde verhaal. En zij waren natuurlijk ook heel erg aan het zoeken. Aan de ene kant, ja, ze waren een crowdfunding-platform. Ze gingen geld inzamelen voor mensen die een boek wilden gaan schrijven. Maar ja, daarnaast gingen ze ook het boek uitgeven. Of ze hadden in ieder geval deals met uitgevers waar zij tussen zaten. Dus dat was, uiteindelijk kregen zij het niet levensvatbaar. En in het algemeen zul je zien, ook in de komende tijd, zullen meer van dit soort platformen gaan gewoon omvallen of stoppen. Want de marges zijn veel te klein om alleen maar op die manier je inkomsten vandaan te halen. En heb je gekeken naar waarom het wetenschappelijk crowdfunding niet gelukt is? Voornamelijk ook schaal. En dat wat ik daarvan begrepen heb, is ook dat de wetenschappers die willen gaan crowdfunden, soms eigenlijk nog meer zelfs dan kunstenaars oorspronkelijk, die hebben gewoon een aversie tegen geld ophalen of hand ophouden zoals ze dat zelf dan zien. Dus het kost heel veel tijd en energie om hen mee te nemen in het hele traject, om het als marketing tool te zien of in ieder geval als een manier te zien om hun kennis te delen en om hun ervaringen te delen met een wat bredere achterban. Ja, hey, is het, jij zegt het is de hype voorbij, maar is het voor jou een blijver? Het is zeker een blijver. En kijk, crowdfunding is, als je over 5 jaar, over 10 jaar, als we terugkijken, dan hebben we het wellicht niet eens meer over crowdfunding. Of crowdfunding is één niche van wat we nu beschrijven als crowdfunding. En het wordt gewoon financieren. Het is een algemene manier van financieren. Want dat is eigenlijk op dit moment best wel een verwarring die in de markt ontstaat. Is dat overal wordt crowdfunding opgeplakt. Als we maar met de crowd iets doen, dan is het crowdfunding. En daar zitten allerlei financieringsinstrumenten achter. Van donaties voor goede doelen,
tot en met leningen, investeringen in bedrijven, voorverkoopacties. Dat zijn heel andere modellen van financieren. Dat zijn hele andere modellen van samenwerken met je klanten. Ja. Dus dat zou uiteindelijk, wordt dat weer de normale manier van financieren, zoals je een van de opties van financieren die je kan kiezen. Hey, een vraagje voor jou van Jochem Kolen. Jij publiceerde 2 jaar geleden toch ook een boekje over crowdfunding, zegt hij. Een boek? Een boekje, vraagt hij. Ik lees voor, hè. Hoe verschilt dit boek van jouw boek? Ik denk dat dit zich meer vanaf het begin op business richt. Dat is volgens mij een belangrijk verschil als ik het zelf geïnterpreteerd heb. En ik denk dat mij in die tijd nog, wat het 2 jaar eerder was, nog een bredere scope neerzetten van wat er allemaal speelde. Heel veel dingen hebben ook overeenkomsten. Weet je wat? Bedoel, dat is ook geen hogere wiskunde van wat een campagne succesvol maakt of welk plan je moet maken. Dus dat is heel erg overeenkomend. Maar ik denk een belangrijk stuk is, je wordt meteen in het begin van het boek, gaat het over business. Dan gaat het niet over een muzikant. Of gaat het niet over, dat wordt wel genoemd. Maar ik denk dat die focus, tenminste, ik weet niet hoe jij er zelf tegenaan kijkt, maar die focus lijkt mij een duidelijk verschil. Ja, voor jou heet ook echt handboek, hè? Dus dat was nog praktischer, denk ik. Met hele praktische voorbeelden, toch? Ja, het was heel praktisch, ja. Ja. Ja, ik moet ook benadrukken, dit boek is, heb ik niet alleen geschreven. Het zijn uiteindelijk 4 auteurs die allemaal vanuit een heel eigen achtergrond dit gedaan hebben. Koen van Vliet is iemand die het vooral bekeken heeft vanuit de motivatie van donateurs. Die heeft er ook onderzoek naar gedaan. Waarom geven mensen aan campagnes? Martijn Arens heeft zelf 2 campagnes gedaan. Dus een hele praktische ervaring hoe je zo'n campagne kunt doen. En Marije Luchtendorf die begeleidt ondernemers met dit soort vraagstukken. Dus we hebben allemaal vanuit een andere invalshoek daarnaar gekeken, naar crowdfunding. Van ja, waar staan we nu op dit moment? Jochem Kolen reageert ook nog op jouw uitspraak dat het in principe een marketing tool is, crowdfunding. Hij vindt dat een interessante uitspraak van jou. En hij vraagt, doe je het dan voor de centen of voor de exposure? Nou, dat is dus dat ligt er dus heel erg aan. Soms is de exposure veel belangrijker dan de centen die je binnenhaalt. En ook bijvoorbeeld draagvlak wat je soms kan creëren. Ik heb bijvoorbeeld begin dit jaar een marathon georganiseerd, de Groene van Amsterdam. En ja, er zijn zoveel loopevenementen. Waarom moet er weer een nieuw loopevenement komen? En dat hebben we in Amsterdam Nieuw-West gedaan. Het idee van met 5 hardloopgekken van, laten we eens kijken of we gewoon een hardloopevenement, een marathon kunnen gaan organiseren. En ja, dan kun je naar Nike, dan kun je naar Brooks, dan kun je naar de grote sponsors gaan. En dan blokkeer je gewoon zo'n stadsdeel, je gaat hier lopen. Maar dan heb je eigenlijk de hele buurt tegen je. Terwijl wij het heel erg bottom-up neergezet hebben. We hebben vanaf het begin af aan gezegd, we hebben dit idee. Dit is het idee van de route. Wie heeft input voor de route? Dus dan krijg je dat de lopers zelf mee gaan denken, co-creëren eigenlijk hoe die route moet vormgeven. Maar je hebt ook natuurorganisaties door allerlei natuurgebieden waar we liepen. Omdat we die bij begin af aan erbij betrokken hebben, waren die zo enthousiast dat ze uiteindelijk ook zelfs gewoon mee financierden. Dus dat ze ook geld gaven. En ja, we haalden er uiteindelijk €20.000 mee op om uiteindelijk de daadwerkelijke kosten te moeten betalen die je toch moet maken voor zo'n voor vergunningen en dergelijke. Maar ja, daar ging het eigenlijk bij ons niet om. Het ging er uiteindelijk om dat we zo'n crowd konden creëren, zo'n community die er gedreven achter stond. Dus ondanks dat het pokkenweer was, het was gewoon een hartstikke slecht weer toen we dat organiseerden. Iedereen liep er rond met een smile, want ja, al die 1000 lopers hadden het idee van, ja, of het grootste deel daarvan, van wij hebben dit mede mogelijk gemaakt. En dat was dan veel belangrijker. Wij hebben na die avond in de Zwijger, toen waren we een aantal initiatiefnemers van crowdfunding acties die wij begeleid hebben. Daar heb ik nog 1 heel belangrijk ding geleerd, wat ik zelf niet toen in dat boek van mij had geschreven, maar dat is hoe persoonlijk het is. Dus er was 1 van de deelnemers en die zei van, ja, weet je, je weet gewoon van sommige mensen hoeveel ze verdienen
En dan geven ze je, en dan willen ze nog niet eens met 25 euro willen ze steunen. Je kan ze toch, die mensen niet meer, je eigen vrienden kijk je toch anders aan. Dus kijk daar ook voor uit, want het is, daar kon ik me wel bij voorstellen. Ja. Weet je? Hij zei, ik weet gewoon dat ze een goed betaalde baan, dit en dat, die 25 euro, wat is dat nou? Ja, een andere, ja, die geven je dan weer 100 euro en dan weet je dat ze weinig van hebben. Dus het zet wel je relaties op scherp. Dat was een onderdeel wat ik zelf nog niet gezien had. Ik heb jou pas een keertje gevraagd. Maar ik herhaal die vraag nog even. Mijn zorg in het geheel is dat ik heb zelf voor mij maar eentje gezien. Eén keer dit doen, dat lukt best wel veel mensen. Maar kan het ook een sustainable ding zijn? Kun je als bedrijf meerdere producten of meerdere projecten... of de enige waarvan wie ik het ken... was die gasten die dat horlogebandje en het iPhone-omhulsel hebben gemaakt. En ik denk die driesnarige gitaar. Maar ik vind dat bij producten... Ja. Vind ik, als ik heel eerlijk ben, vind ik bij producten vind ik eigenlijk nog altijd een ander ding. Dat is eigenlijk gewoon voorintekening. Ja, nee, bedoel, je kan zien wat het is. Ja. Het is een cool ding en het is voorintekening. Weet je? Dus dat is ook niet zo heel ingewikkeld. De nieuwe Apple iPhone. Ja, weet je, daarom. Dus dat is... op andere plekken denk ik dat mensen ook verveeld raken van het lastiggevallen worden met weer een project. Het voelt ook als, er komt weer een bedelactie langs. Mm-hmm. Is het iets wat je herhaald kan doen? Ja, je kan het zeker wel herhaald doen. En er zijn op zich ook in Nederland wel een aantal voorbeelden. Maar het ligt inderdaad aan waarvoor je het inzet. Kijk, Wakka Wakka heeft meerdere acties gedaan. Ook op meerdere platformen uiteindelijk. Binnenkort weer eentje, vertelden ze. En binnenkort weer eentje. Dus in zoverre, die zetten het echt als bedrijfsstrategie in. En heel erg belangrijk, voor hen is het ook gewoon echt een marketing tool. Want zij bereiken hiermee wel uiteindelijk heel veel mensen. Windcentrale, als je het hebt over een van de grootste successen in Nederland, die hebben al gewoon meerdere acties achter elkaar gedaan vanuit hun bedrijf. Ja, hun bedrijf is een soort van geëvalueerd naar zijnde dat zij meerdere platformen hebben. Is er dan nog crowdfunding? Als je iets gaat doen waarvan je weet dat het geldelijk voordeel oplevert, is er dan eigenlijk nog crowdfunding? Ja, nou, uiteindelijk, wat ik altijd zeg, je hebt eigenlijk drie uitersten waarom mensen meedoen met een crowdfunding campagne. En de ene kant is een social return. Ze willen er uiteindelijk een goed gevoel aan overhouden. En dat is het enige wat ze willen hebben. En dan zit je echt in de pure donatiesfeer. Mensen willen materiële vergoeding hebben. Dan zit je in de kale voorverkoopsfeer. Nou, daartussenin zit natuurlijk heel veel pre-sales met leuke gifjes en t-shirts en dergelijke die je terug kan geven voor een concert of concertkaarten. En de andere uiterste is een financiële return. En dat is gewoon puur de manier, ik investeer 1000 euro en ik krijg gewoon standaard 7% rendement. En verder hoef ik niks mee te maken hebben. En dat is natuurlijk ook een glijdende schaal. Want je hebt ook mensen die zeggen, ik wil heel graag hier meedoen en ik hoef maar 2% rente te hebben, bij wijze van spreken. Of 0%, Kiva bijvoorbeeld, een mooi platform, een mooi voorbeeld daarvan. Hey, Eva de Valk, hier net te gast, die zegt vandaag begon journalism, crowdfunding van onderzoeksjournalistiek. Ik meen dat ze iets van 3.000 of 3.500 euro zeg maar, per verhaal, per onderzoekstraject willen ophalen. Als dat geld binnen is, kan het dus aanvangen. Is dat een levensvatbare idee? Ja, er zijn alleen wel een aantal van dit soort initiatieven al geweest, die het inderdaad geprobeerd hebben. Dus, en de eerste echte successen die moeten nog komen. Maar ja, het kan heel goed. Het enige is wel, je hebt wel voor die 3.500 euro, moet je dus wel een groep vinden van mensen die ergens in geïnteresseerd is. Tot nu toe is gebleken dat heel veel van dat soort onderzoekstrajecten mensen toch niet bereid waren om daar voldoende voor te investeren. Aan de andere kant zou dat misschien zelfs een stukje voorverkoop kunnen zijn, of eigenlijk marktonderzoek kunnen zijn. Blijkbaar was er dus niet genoeg interesse hierin, of die journalist of dat platform kon die mensen niet bereiken. Dus ik denk zeker dat het een kans gaat hebben en er zullen ook zeker een aantal daarvan gaan slagen. En ik denk uiteindelijk dat het heel erg gaat draaien om de individuele journalist. Als die journalist echt een eigen netwerk kan opbouwen, een eigen naam, eigen brand eigenlijk kan maken om zich heen. En die hele goede verhalen kan schrijven waar mensen echt een scoop van kunnen maken. Waar ze echt wat van leren, waar ze wat tegenover staat. Dan kunnen ze het doen en dan kunnen ze ook meerdere keren doen. Ja, jullie hebben het nou echt over scoops. Een ander voorbeeld van een succesvol journalistiek project hadden we toen ook in De Zwijger aan tafel. De Sochi Project. Ja. Die natuurlijk ook dat langdurig project rond meerdere keren doet in Sochi.
Kun je andere successtories noemen uit de afgelopen jaren, puur in de journalistiek? In de journalistiek? De Correspondent is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Ja, is dat dan crowdfunding? Dat je namelijk gewoon bij de wil draait door een marketingactie mag doen? Maar ook belangrijk, en in deze uitzending de 15.000ste supporter binnen. Bij ons. Ja, kijk. Het begint misschien bij de wereld draait door, maar het eindigt toch gewoon hier. Iemand moet het closen, toch? Ja. Dus. Nee, kijk, uiteindelijk, ik vind dat nog steeds wel crowdfunding. Want er is nog steeds wel een grote groep mensen die dit willen realiseren. En natuurlijk met BN'ers erbij en met de wereld draait door heb je een gigantische... Inmiddels zijn het gewoon mensen die betalen voor een digitale publicatie. Ja, klopt. Het is toch alleen zo dat ze zijn pas begonnen toen ze een bepaald bedrag bij elkaar hadden. Ja. Nou, dat is eigenlijk ook niets nieuws. Zo doet elke ondernemer dat. Ja, gaat een paar banken langs en zijn oom. Maar dat is dus wel... In zoverre... buurman, en als je dan je geld hebt, dan begin je. Ja, maar in zoverre... uiteindelijk is het niks nieuws. En dat is ook wel heel erg belangrijk om bij crowdfunding te zien. Het is ook niks nieuws. Inderdaad, je gaat altijd bij mensen langs. Je gaat geld ophalen om ergens mee te gaan starten. Alleen het is wel heel erg gericht op een bepaald concreet specifiek project of initiatief waar je het geld voor op wil halen. Dit is iets wat we honderden jaren doen. Het is totaal niks fancy's nieuws. We gebruiken daar nieuwe middelen voor. De middelen zijn eigenlijk veranderd. Middelen maken het makkelijker om het efficiënter te doen, meer te bereiken. Je hoeft niet letterlijk langs de deur. Ja. Ja. Dus dat is het grote verschil. En wat we wel zien is dat wat er eigenlijk de afgelopen 30, 40 jaar verdwenen is in het hele stuk van financiering voor concepten, ideeën, voor kunstenaars, maar ook voor ondernemers, is de sociale connectie tussen geld, kapitaal, de sociale connectie die aan kapitaal vastzit. Toen je vroeger altijd geld ging ophalen bij je oom, in je netwerk, lokale financier. Jij kende die personen en die personen kenden jou. Dus behalve dat zij geld inbrachten, brachten ze ook een netwerk in. En er zat ook een soort van controle element in. Als je in de kroeg weer stond en je was het geld te opmaken. Ja, je wist wel, de rest van je dorp zat daar ook. Dus je had het wel heel snel door. En door de laatste 30, 40 jaar de groei van de financiële sector, waardoor eigenlijk die hele connectie verdwenen is, waarbij zelfs lokale bankdirecteuren niet eens meer zelf konden beslissen over herverstrekken van leningen, is daar een heel gat ontstaan uiteindelijk. En daar stapt eigenlijk crowdfunding weer nu in. Crowdfunding pakt dat hele sociale element van kapitaal weer terug, waardoor je niet die 10 rijke notabelen in een dorp, maar ja, die 100 of die een paar honderd geïnteresseerden in jouw concept, die daarin willen investeren. Hey Stekel, even aansluiten op een vraag van Joost Schapen. Zegt, hoe doe je de serieuze perks bij zo'n onderzoeksjournalistiek programma? Want een belangrijk ding, daar moest ik daar even aan denken, is de dingen die je terugkrijgt. Dat is makkelijker bij dingen waar het over passie gaat, dan bij de journalistiek waar het over problemen gaat. Die Everlasting Year. Ga even naar Indiegogo. Steun die Everlasting Year. Fantastische band. Er zitten een aantal. Een bandlid van vroeger van de Undertones in. Mijn favoriete band aller tijden. Mm. Maar die hadden daar van die dingen. En dan kon, als je dan voor £250 dan mocht je mee met de auto van Londen naar Brighton. En dan gingen ze in de auto de plaat afdraaien. En met nog een allerlei andere selectie van die gasten. Dacht, nou, zou ik onmiddellijk doen als ik in Londen wonen. Ja. £1500 kwamen op je feestje spelen, 8 nummers. Ja, geweldig. Ja, dat is dus bij die dingen, dan kom je daar ook dichter bij, in dit geval dichter bij je helden. Ik heb wel een andere gezien, die vond ik ook geweldig. Dan kwamen ze bij je koken. Dat was ik denk van, nou ja, stel nou dat je favoriete band bij je komt koken. Dat wil je toch, maar dat is hierbij best lastig. Ik denk dat het makkelijker is daarom te zeggen van, geloof je in de correspondent? Hè? Mm-hmm. Dus wil je diepgravende journalistiek en berichtgeving? Dan zeg je ja. Maar als je voor elk artikel, of als ik over elk artikel zou moeten gaan nadenken van de correspondent. Mm. Dus ik denk in die zin dat dat best nog wel een lastig element is van, ja. Van journalism. Maar even de vraag van Johan. Hoe regel je de serieuze perks bij zo'n onderzoeksjournalistiek programma?
Maar hoe regel je dus wat je terug kan geven eigenlijk voor... Wat kan anders dan de belofte van het verhaal? Dat spelen met die dingen is eigenlijk altijd wel een leuk onderdeel van het crowdfunding. En eigenlijk, het is heel erg belangrijk om te kijken... En het is ook een beetje een open deur, maar ja, wat wil je investeerders ervoor terug hebben? En soms is het ook zo open. Vraag het ook. Probeer dus inderdaad ook, als je zo'n netwerk hebt, dat te vragen. Hè? Hoe, als ik dit geef, zou je dan daarvoor bereid zijn? En soms kun je dus inderdaad geen personal geven. Of inderdaad, dan pak je iets wat buiten het verhaal ligt. Dan ga je koken inderdaad. Hè. Zo creatief zou je ermee kunnen zijn, als je dat zou willen. Aan de andere kant vinden mensen het ook al heel erg belangrijk om bij een verhaal te horen. Hè. De hele ontwikkeling ergens van. Als je daar op de achtergrond bij betrokken wordt. Dat vinden mensen al belangrijk en heel interessant. Van, wat gebeurt er nou eigenlijk achter die schermen? Hoe heet die correspondent die nu... in Rusland en alle... was een heel leuk. Hij was toen een correspondent bij een van de regionale bladen. En hij mocht niet naar het land waar hij naartoe wilde. En toen heeft hij via Twitter is hij toen begonnen. En toen kreeg hij moest nog zijn vergunning halen. Hij is nooit in het land terechtgekomen. Maar ik heb toen ook betaald. Ik kreeg dagelijks zo'n nieuwsbrief. En het ging eigenlijk helemaal niet om het eindverhaal wat hij dacht te gaan schrijven. Het ging helemaal over de weg er naartoe. Olaf Koens zet hij. Ja. En die zie je nu zeg maar, op alle televisieprogramma's. Maar die was toen bij de regionale pers werkzaam. En dat was een ontzettend leuk voorbeeld daarvan. Dus het maakte ons ook allemaal niet uit dat we het verhaal nooit gekregen hebben toen. Maar we kregen wel de opwarming en naartoe, de dingen die niet lukten. Je werd onderdeel van het verhaal eromheen in plaats van het eindverhaal wat hij van plan was om te gaan schrijven. En je besteedt in je boek ook, of jullie boek moet ik zeggen, want je hebt het met z'n vieren gemaakt. Relatief veel aandacht vind ik eigenlijk aan alle procedures, juridische zaken eromheen. Is crowdfunding wat dat betreft ook ingewikkelder dan we dachten? Ja, voor een deel wel. Uiteindelijk, omdat crowdfunding ook zo breed inzetbaar is, gaat het dus bijvoorbeeld inderdaad direct over bedrijfsfinancieringen en bedrijfsinvesteringen. Ja, en daar zitten allemaal juridische en fiscale haken en ogen aan inderdaad. Dus daar hebben we ook in dit boek echt wel aandacht aan willen besteden. Omdat dit gewoon echt, dit zijn de praktische dingen waar je tegenaan loopt als initiatiefnemer. De AFM houdt er ook gewoon toezicht op, hè? Ja, de AFM die houdt toezicht op de platformen, inderdaad. Maar die platformen die moeten dus wel de zaakjes goed op orde hebben. En als individuele ondernemer heb je in principe niks te maken met de AFM. Maar ja, je moet wel gaan checken natuurlijk van is zo'n platform waar je dan op gaat crowdfunden, heeft die wel een AFM-vergunning of ontheffing? Vooral bij de bedrijfsfinancieringen. Ja, heb je eigenlijk zo'n platform per definitie nodig? Nee, zeker niet. En dat zie je eigenlijk nu ook steeds meer gebeuren. Dat zeker voor de wat specialere projecten of de grootschaligere projecten. En zeker als je het hebt over eigen merkbeleving, identiteit. Dat ze gewoon zijn eigen projecten op gaan starten. Dan zijn ook de vergunningen en dergelijke daarvoor zijn... natuurlijk lichter dan dat je voor echt het opzetten voor het van een platform nodig zou hebben. Ja, maar wel weer meer. En als het, zoals jij zegt, uiteindelijk een marketing tool is, dan maakt het niet zoveel uit hoe je de mensen bereikt die je wil bereiken, als je ze maar bereikt. Als je maar bereikt en je verhaal maar overkomt in ieder geval. Precies. En dat kan net zo goed via de wereld draait door als via een crowdfunding platform. Ja, maar soms is het ook juist heel erg belangrijk om een kleine niche te bereiken. Wat ik ook heel erg vaak zie is dat mensen altijd in de wereld draait door willen zitten. Want daar kunnen ze hun hele verhaal aan heel Nederland kwijt. Maar uiteindelijk zie je dat daar de conversie van heel laag is. En de meest effectieve tool is nog steeds mensen bij elkaar roepen in een zaaltje. En met 20 man heel concreet inhoudelijk gaan hebben over je verhaal en je passie. Waarom wil je het gaan doen? En een briefje neerleggen ongeveer van tekenen bij het kruisje. Voor hoeveel doe je mee? Uiteindelijk is dat die offline variant van crowdfunding is en blijft gewoon heel erg belangrijk. In het eind van je boek kijk je vooruit. Waar gaat het naartoe met crowdfunding? Een aantal verschillende dingen. Aan de ene kant zul je zien dat we nu een nieuwe generatie van ook wel echt initiatieven en platformen gaan krijgen. Waarbij we de start-up fase eigenlijk een beetje voorbij zijn. Je ziet nu dat individuele kunstenaars, individuele initiatiefnemers, relatief kleine start-ups eigenlijk aan het crowdfunden zijn.
En de ontwikkeling die we nu heel erg aan het zien zijn en die de komende jaren door gaat zetten, is dat de bedrijven groter gaan worden. Bedragen gaan groter worden. Het gaat standaard worden om meerdere tonnen of meerdere miljoenen te gaan crowdfunden. Ook gewoon voor bestaande bedrijven met een bestaande achterban. En je zult ook zien dat goede doelen en non-profit organisaties, die zullen hun eigen crowdfunding platform gaan starten. Die gaan niet meer gebruik maken van de bestaande niche platformen, maar die gaan hun eigen tool neerzetten. Vooral omdat het een marketinginstrument is. En omdat ze het intern aan hun eigen database, CRM-systemen en dergelijke willen gaan integreren. Dus die stappen zullen in ieder geval gezet gaan worden. En wat ook gaat gebeuren, is dat je nu eigenlijk weer een opleving gaat krijgen van de coöperatie. Doordat mensen dus gezamenlijk nu projecten kunnen gaan realiseren, zie je ook dat het mede-eigenaarschap in een coöperatievorm ook een vlucht gaat nemen. En dat kan op groot niveau van de windcentrale, waar gewoon hele windmolens, waar al 9 windmolens, 5 miljoen opgehaald is. Tot op klein niveau ben nu bijvoorbeeld ook bezig met een partij die wil een winkelstraat coöperatie gaan starten. Waarbij wat begonnen is echt als een winkeliersvereniging. Toen geüpgraded is eigenlijk naar een winkelstraatvereniging. Van de mensen die wonen in de straat, die willen we er ook bij betrekken. Maar als je dan toch op die manier, je kan de lampionnen ophangen met kerst met z'n allen. En nadenken over de veiligheid op straat. Maar op het moment dat je ook controle hebt over het vastgoed, daadwerkelijk, dan kun je natuurlijk veel meer sturing in die straat uitvoeren. En dan ga je dus krijgen dat dat soort corporaties, die gaan nou echt eigendom worden van vastgoed. En dat eigendomschap, dat zit bij die winkeliers, dat zit bij die bewoners die daar ook echt wonen in die, en werken in die wijk. Ja, dus wat dat betreft democratiseert het ook op gebieden waar die helemaal in eerste instantie niet zo denken. Dat klopt inderdaad. Ja. We zijn rond. Ja. Ga je nog een vervolg schrijven? Ben je zelf al bijna klaar met het onderwerp? Nee, ik ben nog niet klaar met het onderwerp. Maar ik ben meer geïnteresseerd inderdaad van waar gaan grotere organisaties nu, hoe kunnen die crowdfunding nou eigenlijk inzetten? Hoe kunnen overheden, gemeentes crowdfunding goed inzetten? Maar is dat ook een businessmodel ding? Omdat daar voor jou zelf weer meer makkelijker geld te halen is? Dat zijn de partijen die geld hebben. Je bent zeg maar adviseur, dat is wat je bent. Dat is wel mijn werk, wat ik doe. Dus dat kan je beter bij die bedrijven doen. Ik vind partijen die aan de ene kant al ons geld verplicht afromen, om die vervolgens eens met crowdfunding te laten vragen, om dat dingen die ze van dat geld zouden moeten doen, weer via crowdfunding weer bij mij te komen vragen. Dat lijkt me eerlijk gezegd niet zo'n heel goed idee, hoor. Nee, maar ik zie het meer in dat zij het ook eerder gaan faciliteren. Die met al die belastingen, man, ik betaal me helemaal scheen. Ja, jij wel, maar dat is luxe. Wees blij. Jij betaalt ook... Maar niet zoveel als jij, hoor. Je hebt een pand in de Watergraaf Meerland. Wat betaal jij per jaar aan OZB en weet ik wat, waterschap, rioolheffing? Maar goed, misschien moeten ze crowdfunden om het riool in de Watergraaf Meer te verbeteren. Nee, het is mij vooral meer in de vorm dat zij... kijk, er zijn allerlei subsidies die gemeentes verstrekken. Maar die worden nu relatief gewoon door ambtenaren zelf bepaald waar die subsidies naartoe gaan. Ja, dus je zou het kunnen democratiseren. Je kan het democratiseren. Laten burgers zelf maar kiezen voor een deel door waar het naartoe gaat. En daarbij gaan zij dan cofinanciering regelen, bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik ook zijn. De interessante impact op de grotere organisaties. En crowdfunding vervangt natuurlijk voor een groot deel ook gewoon de fondswerving, zeg maar, van... partijen als Novib, Oxfam, weet je, waar je vroeger werd je daar lid van en dan betaalde je, weet ik veel, €100 per jaar. Je gaat natuurlijk zien gebeuren dat zij projecten die zij doen direct op hun platformen in de etalage gaan zetten en dat je niet meer zo'n organisatie gaat steunen, maar dat je de projecten die ze uitvoeren gaat steunen. En dat vind ik wel een interessante implicatie van deze hele verandering, want dat betekent dat je eigenlijk de organisatie zelf die op basis van vaak niet helemaal duidelijke criteria bepaalt waar het geld heen gaat, eigenlijk bypassed. Ja, en dit is voor deze sector wordt het een hele grote uitdaging. Zeker. Omdat je heel erg ziet dat die sector, die is heel erg de laatste tijd ook heel erg gericht op, we hebben een afdeling fondsenwerving en we hebben een afdeling projecten. En gelabeld geld, van dit project gaat dat geld heen. Nee, helemaal niet. Je kan ongeveer nog zeggen van het moet naar een geit of het moet naar dat land of het moet naar natuurbehoud, bij wijze van spreken. Maar verder durven ze niet gaan. En terwijl je wel, uit allerlei onderzoeken blijkt ook wel dat de individuele donateur, die wil niet meer voor dat goede doel schrijven. Die wil een
project steunen. En ja, daar moet dan een betrouwbaar doel achter zitten, ongeveer nog. Een stempel inderdaad, maar uiteindelijk gaat het om het doel. En wat je dus ook moet oppassen als goed doel, op het moment dat je dat gaat doen, dat je dan heel snel denkt van, oh, die heeft dat project gesteund. Oh, dan is het dus een donateur nu voor mijn organisatie. Ja, dat is nog wel een lastige stap, want die zullen dat echt niet zomaar gaan doen. Die willen gewoon de volgende keer kiezen een ander project van een andere organisatie. Ja, helder. Helder? Dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Bedankt aan Streamzilla die de stream mogelijk maakte. Specialist te Groningen, Streamzilla CDN is het in ieder geval als ze op Twitter zijn. Ik weet niet of dat ook het URL is. Ik neem aan dat dat ook het URL zal zijn van de website. Dus ga op zoek. Streamzilla kom je er ook gewoon als je googelt. Jullie bedankt voor het kijken. We zijn er iedere dinsdagavond. We zijn nu de filmpjes van vorige week dagelijks aan het publiceren met een artikel erbij. Wakka Wakka was het toen, sprekend over crowdfunding. Hadden we 6 energiespecialisten op een boot varend in de grachten. Maar dus, ook die man van Be Next, van de Domotica. Dat was ook heel erg leuk, super. Dus, en Vincent Evers niet te vergeten. Absoluut, met zijn Tesla. Komt allemaal deze week online. Komt allemaal deze week online. Ja. Dus kijk daar ook naar als je nu live kijkt. En als je on demand kijkt, dan weet je dat het al voor je klaar staat. Dankjewel. Dag.